begrepen hoe het in al die landen is, geef ik graag het woord aan Marije Cornelissen. Zij is Europarlementariër van GroenLinks en zij kan vertellen hoe het is in Oekraïne en een aantal van die andere landen. Marije, kom naar voren. Dankjewel. Lieve mensen, wat geweldig dat jullie hier allemaal zijn. En wat geweldig dat we hier allemaal mogen zijn. Dat wij hier mogen staan in het openbaar en openlijk onze diversiteit mogen vieren. In Nederland vinden we dat inmiddels normaal, gelukkig maar. Maar er zijn ook te veel Europese landen waar dat niet kan. Waar ze al jaren tevergeefs gay prides proberen te organiseren. Landen waar homo's, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen in de kast moeten blijven. Om werk te kunnen vinden. Om niet verstoten te worden door vrienden en familie. En om niet in elkaar geslagen te worden op straat. In Wit-Rusland worden gay prides al 10 jaar lang verboden. Mensen die toch de straat op gaan, worden zonder pardon gearresteerd. In Bosnië moest 2 jaar geleden de allereerste gay pride worden gecanceld. Omdat de organisatie op een afschuwelijke manier bedreigd en in elkaar geslagen werd. In de Oekraïne is er continue dreiging van extreem rechts. En is politiebescherming geen vanzelfsprekendheid. En in Servië ging de gay pride vorig jaar niet door, omdat de politie weigerde de deelnemers te beschermen tegen gewelddadige tegendemonstranten. En Moldavië, daar hebben ze al 8 keer geprobeerd om een gay pride te organiseren. En al die 8 keren is het onmogelijk gemaakt door de autoriteiten. Dat moet veranderen. Maar het kan alleen maar veranderen als moedige mensen telkens weer hun nek durven uitsteken. Die moedige mensen zijn er gelukkig. Ik heb ze uitgenodigd om dit jaar de Gay Pride met ons mee te vieren. Ze zullen morgen meevaren op de GroenLinks boot die we voor de gelegenheid hebben omgedoopt tot een verboden Gay Pride boot. Zo kunnen ze toch een keer hun verboden gay pride vieren, al is het dan op onze grachten. Om ze nieuw moed te geven om het komend jaar gewoon weer te proberen in hun land. En het jaar daarop weer, en het jaar daarop weer. Net zo lang totdat diversiteit ook daar iets is om te vieren en niet om af te straffen. Deze mensen verdienen groot respect en alle steun die wij ze kunnen bieden. Uit de Oekraïne is Anna gekomen. Please join me on stage, Anna. Uit Servië, Slobodan. Uit Bosnië, Sasha en Hanna. Uit Wit-Rusland, Sergej en Sergej. Anastasia. Ik wil jullie vragen om een heel groot applaus voor deze moedige mensen. Dank jullie wel. En om kracht bij te zetten en om zeker te weten dat al die regeringen deze boodschap begrijpen, gaan we al die boodschappen die de afgelopen week zijn opgeschreven, gaan we samen uit de wereldbon laten ontsnappen. En we hopen op het oostenwind, zodat de ballonnen met de kaart en de boodschappen in al die landen waar deze mensen vandaan komen, zichtbaar zullen zijn. Dan gaan we dadelijk aftellen en dan lopen wij naar het touw toe. Ik heb het niet.
Oké, jongens, daar gaan ze. 1000 boodschappen voor Oost-Europa. Nou ja, 1000. De rest ligt nog af te geloven.